Mijn naam is Marco de Vos. Ik werk voor de eenheid Oost-Nederland in het basisteam Rivierenland West. En ik heb voor de nieuwe aanbesteding mogen testrijden met alle nieuwe auto's, waaronder deze Vitobus. Deze Vitobus die gaat op den duur de Volkswagen Transporter vervangen. De ruimte achterin is wat groter, want de elektronica is meer weggewerkt in de auto zelf, waardoor er achter wat meer ruimte vrijkomt. Nou, doordat de bus wat lager is, is de instap natuurlijk een stukje makkelijker geworden. Daarnaast zijn de stoelen natuurlijk aangepast en de lendensteunen die zijn weggehaald, waardoor je met heel je hebben en houden en je koppel gewoon heel snel en heel makkelijk in en uit de auto kunt stappen. Ik ben Ronald Jaspers Fox, werk in de eenheid Midden-Nederland, basisteam BES. Ik heb test mogen rijden voor het nieuwe politievoertuig. En zoals jullie weten is het de Mercedes B-klasse geworden. Hij lijkt misschien wat kleiner dan ons huidige voertuig, maar dat is hij zeker niet. Hij is van binnen ruim zat om goed met z'n tweeën voorin te kunnen zitten en je eigen spullen kwijt te kunnen. Arrestanten zijn er goed in te vervoeren en de kofferbak is ook ruim genoeg om al onze goederen mee te nemen die we dagelijks nodig hebben in de werkzaamheden. Hij heeft een stuk meer grip dan ons huidige voertuig en genoeg power om achtervolgingen en prio 1 ritten mee te kunnen rijden. Vooral voor de wat langere collega's, je kan nu de ondersteuning van je bovenbenen persoonlijk instellen. En de gordelhouder die is verlengd, waardoor je bij het in- en uitstappen snel je gordel om kan doen en niet hoeft te zoeken. Ik ben Stefan, instructeur bij de hondenbrigade in Rotterdam. En dit is Bumper. Bumper is een opleiding tot politiehond. En we hopen dat we over anderhalf jaar in deze auto zitten en dan Rotterdam veilig gaan maken. Wat voor ons vooral belangrijk is, is dat we veilig van A naar B kunnen. En dan het liefst nog zo snel mogelijk natuurlijk. Wat voor de hond erg belangrijk is, is dat hij niet te hoog hoeft in te springen. Nou, in dit geval is het eigenlijk gewoon, stapt hij normaal in aan de achterkant. Verder is het belangrijk dat onze hond gewoon ruimschoots de ruimte heeft om te keren en te draaien. Wat erg belangrijk is in het solistische werken wat wij doen, is dat we eigenlijk alles tijdens het rijden binnen handbereik hebben. Dus als we echt direct ons geweldsmiddel bij ons moeten hebben als we uitstappen, dat die via een vluchtluik eigenlijk binnendoor gehaald kan worden, zodat we met de hond kunnen uitstappen. En ook dat is geregeld in deze auto. Bumper, wat denk je ervan? Kunnen we er wat mee?